Maandagnacht was het dan eindelijk zover. De release van de nieuwe Call of Duty. Door heel het land openden winkels speciaal hun deuren. Maar in Amsterdam hadden ze het echt groot aangepakt. Daar was een knallende avond georganiseerd. Compleet met demo's, competities, snacks, DJ's en optredens. Ik had het niet echt verwacht. Ik had een beetje kleiner dan verwacht. Ik ben nog nooit bij een game release geweest ofzo. Dus cool. Gamer.nl bezoekers herkennen jou misschien ook ergens van. Kun je misschien uitleggen waarvan? Ja, van StarCraft 2 natuurlijk. Ja, daar waren wij als gekke Friezen naartoe gegaan. Dus misschien hebben we daardoor wat bekendheid gekregen. Maar dat was toen schitterend. Maar ja, dit is veel groter natuurlijk. Dus we dachten, we gaan weer en misschien komen we Gamer.nl weer eens tegen. Dus ja, en nu sta ik er weer voor, hè. World of War was ik ook helemaal gek van. Mooi spel, ook van dezelfde makers hier. Ja, en Black Ops. Ik verwacht er heel veel van. Dus ik hoop dat het een heel goed spel wordt. Ik heb al film gezien. Ik hoop dat het echt een goed spel wordt. Natuurlijk kon de game ook worden gespeeld. En dat deden de toegestroomde gamers massaal. Opvallend om te horen was hoeveel gamers het vorige deel achteraf vonden tegenvallen. En hopen dat Black Ops veel verbetert. Ik vond het vorige spel, Modern Warfare 2, vond ik heel slecht. De Noobtubes. De grenade launcher, ja. En de Commando, dat was wel gewoon slecht. Het idee erachter was leuk, maar er waren zoveel dingen die slechter aan waren. Zoals het snel, heel weinig health had je maar, vergeleken met de vorige spel. En ik vond dat ze dat niet hadden moeten doen. Het belonen van mensen die vaak doodgaan, dat vond ik ook, hoe verzin je het? Echt geen idee. Dus we zijn weer dezelfde makers, dus ik hoop een beetje multiplayer, wat minder van die vervelende perks. Dat weer zo'n helikopter over je heen vliegt die alles weer neermaait. Ik hoop dat ze dat beter hebben gedaan. Vooral met wedstrijden, dan kan je nu, dat is de eerste keer in Call of Duty dat ze eindelijk voor toernooien zeg maar een extra gedeelte hebben gemaakt. Dat je alles kan aanpassen, waardoor toernooien gewoon veel beter worden. En ik vind mijn gevoel ook... Zal het spel ook veel beter maken voor heel veel mensen. Om klokslag middernacht stroomde de zaal leeg en wisten de gamers niet hoe snel ze naar de kassa moesten voor een nieuwe aanwinst. Ik heb gewoon morgen vrijgenomen van school. Ik ga hem echt de hele nacht en dag spelen en dan gewoon... Waar begin je mee? De multiplayer of de singleplayer? Singleplayer. Daarna co-op. En daarna gewoon mee slapen en alles doen. En het is gewoon alles. Nee, ik heb geen woorden. Dat is gewoon echt. Het wordt een beetje laat. Ik denk als ik hem koop, ik zet hem wel even aan. Maar ik heb een half uurtje en dan ga ik mijn bed in. Tenminste, ja, denk ik. Hè. Dat moet ik hem afwachten of ik als ik helemaal achter zit. Maar ik heb morgen vrij, dus sowieso de hele dag spelen. Wat ga jij doen als je thuis komt? Ja, dan maar weer spelen, hè? Ja, eventjes. Want morgen moet ik ook weer werken, dus we moeten straks weer terug. Dus even spelen, even testen en dan volgende dag maar weer.